belangrijke mate zien wij dat voedselveiligheid alles bepalend is vanwege de overheidsvoorschriften, de klantenwensen en de consumentenwensen. Wij zijn zodanig ingericht dat wij daar snel en flexibel op kunnen inspelen. H&S is een internationale levensmiddelenvervoerder. Daarnaast doen wij het reinigen van tankwagens en tankcontainers en sturen goederenstromen aan. Wij hebben besloten dat wij de totale keten willen afdekken, zodat wij onze klanten kunnen ontzorgen. Wij zijn in Europa een toonaangevende partij daarin. Voor de H&S-groep is het natuurlijk uitermate belangrijk, en voor onze klanten ook, dat voedselveiligheid nummer 1 staat. Dat betekent een continu verbeterd proces, investeren in onze mensen en natuurlijk in onze machines die ons daarbij helpen. Dit is de aseptische lijn en daar worden producten afgevuld onder steriele condities. Dat betekent dat er geen micro-organismen meer in zitten. Het is een gesloten proces. Wij zoeken een gesprekspartner die onze markt verstaat, die onze strategie verstaat en die bereid is een ondernemende onderneming te faciliteren. H&S is een bedrijf met durf en visie. Past zich aan wanneer het nodig is of wanneer men denkt dat het opportun is. Gaat ook echt voor de lange termijn. Wij hebben de ervaring opgedaan met de ABN AMRO dat men buitengewoon proactief was, verstand had van de sector. En dat heeft toen ons doen besluiten om over te stappen naar ABN AMRO. Het wisselen van huizenbankier is spannend, maar wij hebben het ervaren als een proces wat heel voortvarend en correct gegaan is. ABN AMRO probeert H&S te helpen in het realiseren van zijn internationale ambitie. Een deel van de investeringen betrof een aseptische lijn en containers. Dat hebben we kunnen invullen door middel van een lease. We kunnen dat in hoge mate bevoorschotten, waardoor je heel snel kunt opschakelen qua capaciteit. Als u mij vraagt waar wij over 10 jaar staan, dan zijn wij een toonaangevende Europese marktleider voor de levensmiddelenindustrie, gebaseerd op kennis, kunde en voedselveiligheid. Niet per se de grootste, maar wel de beste.